Ze noemen jou de slager, toch? Ja. Of noem jij jezelf zo? Ik niet. Mijn oude trainer heeft mij zo genoemd. Heb je een slagerij? Ik heb gewerkt in de slagerij. Waar komt het vandaan? Mijn vader had een supermarkt vroeger. We hadden een slagerafdeling. Dus ik was daar aan het werk. Ik won mijn eerste 6 partijen met low kicks. Ja. Dus ik was de hele tijd aan het slachten, zei mijn trainer dan. Peter Aerts heeft mij die naam gegeven. Ja. Toen. Hij zei, je gaat de boucher eten. Oh. Ja, en sinds 10 heb ik die naam, ja.